Hallo Spanjes, ik ben Rikkels en begin bij deze nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Deze aflevering gaan we verder. Oh mijn god, een kip. Nu is het een gebraden kip met de Minecraft Survival. Ja, ik wou eigenlijk afgelopen zondag ook een Minecraft Survival doen, maar ik had geen tijd, want ik heb echt heel veel video's op voorraad moeten opnemen. Omdat ik dus op vakantie ging naar de Ardennen. Ik ben nu terug van de Ardennen, achter mijn computer, Minecraft aan het spelen. Had je waarschijnlijk al door. En ik denk dat ik de Minecraft race gewoon op zondag hou en dan gewoon één keer per week Minecraft. En anders misschien dat ik de Minecraft race opschuif naar zaterdag. Dan hebben we zaterdag gewoon race. Dan hebben we zaterdag Let's Race Harry Potter en Let's Race Minecraft. Dat is voor jullie natuurlijk wel heel fijn, want dan hebben jullie in principe 3 keer Minecraft per week. Ik denk dat ik dat ga doen, maar dan moet ik eerst een niche uitspelen. En geloof me, die Minecraft race duurt wel eventjes. En op het moment dat de Harry Potter race af is, ga ik gewoon een nieuwe race doen. Dus dan wordt denk ik in principe zaterdag race dag. En ja, ik hoop dat jullie die andere races ook kunnen waarderen, want ik vind het, ja, ik vind het algemeen, de races gewoon heel vet. En niet alleen de Minecraft race, maar dat is natuurlijk mijn mening. Als jij alleen de Minecraft race leuk vindt, moet je die sowieso wel kijken. Ik had heel veel negatieve commentaar over de muziek. Ik had juist nog het meeste moeite gedaan in de muziek eronder zetten, leuke muziek zoeken. En toen was het zo van, oh nee Rick, ik vind de muziek irritant, afleidend. Nou weet je, dan gooi ik de volgende aflevering gewoon de muziek eraf, dat is geen probleem. Ik geef wat toe, de muziek stond af en toe een beetje aan de harde kant. Om een of andere reden heb ik dat altijd. Ik vind zelf gewoon de muziek bij de Let's Race altijd heel erg leuk. Je begeleidt het een beetje, maakt het een beetje spannend. En dit ding is echt totaal niet handig voor het hakken van sneeuw. Rick, waarom verzamel je sneeuw? Hele goede vraag. We gaan beginnen met de sneeuwverdieping, denk ik. En ik heb trouwens even de comments door op een spitten voor wat inspiration, hè. Voor wat inspiratie. En ik zag een comment van Rick, maak een Big Tasty. En dat vonden heel veel mensen een vet idee, dus ik vind het ook een vet idee. Alleen, ja, zoals de meeste van jullie weten, ben ik zelf niet zo'n heel origineel persoon. Dus het komt er helemaal op neer dat iemand het voor me moet bouwen. En dan een video van maakt. Of op Twitter een uitlegvideo. Iets met uitleg. En dat ik het dan nabouw, zeg maar. Want ik kan echt niet in mijn uppie een Big Tasty maken zonder dat het gigantisch verkracht uitziet. Dat die kerstmuts, die heb ik zelf nog half op idee anders concept laten maken. Ik ben echt slecht in bouwen, zeg maar. Uit mijn eigen kopie. Met nul iets. Want als ik een Big Tasty moet bouwen, wordt het dus een drama. Dus misschien zit er iemand in deze video kijken die denkt, dat kan ik. Als jij nog gewoon even een video maakt, videoreactie achterlaat, dan wil ik hem best je kanaal van een shout-out geven voor een aflevering. En gebruik gewoon spullen die in survival te verkrijgen zijn. En dan kan ik in principe gewoon de komende afleveringen de moeite doen om die spullen te verzamelen misschien zelfs. En dat ding te gaan bouwen. Want het idee was dus, maak een Big Tasty en ga dan in wonen. Ik vind het een geniaal idee. Dat is een comment van Mika Boonstoppel. Dat is een prachtige naam, Mika Boonstoppel. Doet me denken aan een klasgenoot van mij, Stern. Want we lazen een boek. Hoe heet dat boek ook alweer? Multatuli. Ik weet niet of het nou Multatuli heet. Het ging over de schrijver Max Havelaar. Of het boek heette Max Havelaar. Ik snap ook geen flikker meer. Voor mij heette de schrijver Max Havelaar. Alleen om een of andere reden mocht niemand hem. Dus toen schreef hij onder de naam Multatuli. Want dat is opeens, dan mag iedereen je wel. Als je gewoon een nepnaam gebruikt. Want ja, Multatuli is nou niet echt een Oh mijn god, een baby zombie. Oh my god, zo cute. Hij staat in de fik. Blijf leven. Oh ja. Waarom zit hij mij nou in de fik? What the fuck? Die baby zombie is zo schattig. Oh, heb ik iets van fences bij me? Ik ga hem opsluiten. Wat doe je nu? Oh, kut. Die spant gamma bloks. Wat doe je nu, baby zombie? Wat nu, hè? Nee, kut. Ik maak een trappetje voor hem. Kut baby zombie. Hij is zo leuk. Ik ben 6 nu wel leuk. Ik kan sowieso de komende aflevering nog aan een paardenstal gaan werken. Maar kom op. Baby zombies is het beste wat Minecraft ooit is overkomen. Period. Kom op. Zagen jullie dat wel? Als jullie zeggen, nee Rick, dat is niet cool. Wat? Rot op! Ik probeer gewoon wat sneeuw te verzamelen. Maar ja, Multatuli. Waar het dus was, Max Havelaar. Het in het boek ook alweer. Ik weet het niet. Maar het ging tenminste over over de Nederlands-Indië. Geloof ik. Volgens mij wel, ja. En hoe slecht de mensen daar behandeld werden en zo. Dat is wel een leuk verhaal. Wel een leuk, nou, niet echt een leuk verhaal. Ik heb de film gezien zelfs. En ik heb het boek moeten lezen voor Nederlandse delen. Het was wel oké. Geen idee ook daar kwam. Oh ja! Ik kwam, de vriend van Max Hava, die was uitgever. En die heette dan Droogstoppel, was zijn bijnaam. Ik weet niet wat zijn echte naam was. Die heette nog iets Stern. En we hadden een klasgenoot en die heette ook Stern. Dus die heb ik de rest van het jaar Droogstoppel genoemd. En jouw achternaam is Boomstoppel. En zo werkt mijn brein. Ik lees het woord Stoppel in Boomstoppel. En dan denk ik aan Droogstoppel. En dan denk ik aan mijn klasgenoot. En dan vertel ik het hele verhaal. En nu weten jullie weer iets. Max Havelaar is echt een van de meest hele bekende Nederlandse schrijver geweest. Ik had hem zelfs een keer gevonden op het genie gebeuren, weet je wel, dat ene ding, die waarzegger. Dat had ik hem ook gevonden, had ik Max Havelaar opgezocht. Multatuli / Max Havelaar, zei hij toen. Zo. Oh mijn kut! Oh mijn kut! Niet eens een zombie. Zo. De fucking kut. Ik wil die gras niet, ik wil gewoon sneeuw. In principe heb ik zo lang genoeg sneeuw, want jongens en meisjes.
Ik ga een sneeuwpop maken. Hey. En die sneeuwpop maakt dan meer sneeuw. En daar ga ik weer meer sneeuwpoppen van maken. Want ik ga dus een sneeuwverdieping maken. Wat heb je daarvoor nodig? Heel veel sneeuw. Ik ga trouwens sowieso een nieuwe spade maken. Want ik vind deze spade veel te snel hakkie-takkie doen. En dat vind ik niet fijn. Want dat werkt niet lekker. En nog meer zombies. Echt verschrikkelijk veel zombies. Ik had trouwens gehoord, dat was hopelijk van Jordi van mij, dat in deze nieuwe update hoe langer je bij een gebied blijft, hoe sterker de monsters worden ofzo. Ik weet niet hoe waar dat is, maar dat zei Jordi tegen mij. Ja, Jordi is een rare pief. Ik vind het wel grappig hoe we eigenlijk bij een independent de Minecraft race gaan verliezen. Ik zeg niet één keer dat ik nog moet doorgaan, dat ik ga winnen. We zijn momenteel namelijk nog bezig. We hebben iets van 10 afleveringen opgenomen en er komen wat kleine complicaties waardoor het langer duurt. En ja, voor de rest, ik heb vandaag gisteren ook nog een andere Minecraft video geüpload op mijn tweede kanaal. Eigenlijk is het tweede kanaal een beetje half mijn Minecraft kanaal. Als het serieus Serpent Gameplay Minecraft had gegeven, hadden we waarschijnlijk twee keer zoveel subs. Nu denken mensen, ah, Serpent Game 2, daar ga ik niet heen. Maar als ik nou het woord Minecraft erin had gezet, wat staat er in mijn huis? Oh, een Enderman, die kan ik wel hebben. En dit zwaard werkt niet op Enderman, want ze in de fik vliegen en dan teleporteert hij weg en dan gaat hij. Wee! Hij is een beetje drukjes vandaag. Wat een sukkel. Dus ja, dit zwaard is niet heel goed om Enderman te doden. Oh kijk, dat ziet er heel anders uit nu meteen. Plus 7 attack damage, oh, dat is zeker gewoon omdat het geen idee hoe dat werkt. Ik heb je ook aan mijn oog. Ah, dank je. Het is weg. Ik heb mijn oog gekrapt. Ik bedankte mezelf eventjes. Dat is een volle chest. Ik gooi mijn ding wel even ergens waar ik moet. Hey, kijk, ik heb nog een diamond shoppeltje. Deze twee kunnen in principe ook wel even weg. Wat gaan we nodig hebben? Vooral deze twee. Even wat shit dumpen in mijn shit dump chesten. Ik kan in principe wat witte wool meenemen. Maar in principe wil ik als wel sneeuwblokken maken. Het probleem is, ik weet niet of die smelten als je er een torch op zet. Ik kan gewoon even een klein experimentje doen. Ik pak gewoon een torch en zet hem op een sneeuwblok. En kijken of zo meteen even nog, of het er nog staat. Hier, doen we dat gewoon even. Als het goed is 4 snowballs een sneeuwblok, toch? Ja, precies. Perfect. Nou, sneeuwblok. Toortjes erop. Kijken hoe dat volhoudt. Ik heb geen idee wat het anders zou moeten worden. Een blokje water. Ik ga sowieso ook nog wat ijs nodig hebben, denk ik, voor deze verdieping. Misschien als glas of zo van het raam. Alleen het probleem is dan dat ik met licht zit. Ik kan aan de ene kant van de room gewoon licht doen, aan de andere kant gewoon het glas. Ik moet even kijken, want dit wordt dus de tweede ijsverdieping. Ik had er al eentje, toen kwam de 69ste kamer. Voor de mensen die het nog niet is opgevallen, ik zit weer op mijn eigen texture pack, want 1.6 heeft nu die resource packs en dan ga ik sowieso binnenkort aan werken. Want als het goed is, kan je nu dus je eigen sounds inspreken. Dat is fucking awesome. Ik kan dus serieus gewoon een zombie een klop grap laten vertellen. Dat soort shit. Ik moet trouwens nog steeds in de server heb je dus Capture the Flag in mijn Minecraft server. En dan kun je dus die handles aanpassen. En als je dan via het huis, ik ga altijd via het huis naar boven als ik daar de vlag moet stelen. Want iedereen gaat meteen buitenom, omdat het heel snel gaat. Dus als je aan de binnenkant van het huis gaat, kom je bijna niemand tegen. Ik speel best wel veel Capture the Flag trouwens. Kom je bijna niemand tegen. En dat is heel chill als je niemand tegenkomt. Want dan kom je ze niet tegen. Hier zit daar mijn mooie eier. Maar dan ze kan ze helemaal niet omhoog. Ik moet via die achtbaan. Wacht, dan ga ik eventjes zo. Ja, dit kan. Toch? Gaan we dit open? Ik kan deze sprong proberen. Met een nadruk op kan. Nou, dit gaat wel goed. Yay. Ik vind dan niet eens damage. Kijk, dit vind ik wel vet hoor, zo dat blauw. Ik vind het wel een vette verdieping geworden in ieder geval. Geen idee waar die karretjes allemaal heen zijn. Maakt het uit? Nee, eigenlijk niet. Nou, mooi dan. Tadaa. En hier komt dan de volgende verdieping op. Ik moet sowieso... Oh, ik heb helemaal geen pumpkins meegenomen. Ik wou ze in de goede volgorde doen. Dan nog eerst naar beneden de pumpkins halen. Maar nee, meneer Rick, ga weer. En we denken... Zo klonk ik. Nee! Nee! Kutzombie! Ik is dus bijna dood. Wat een kutzombie. Wauw. Ik flip hem even helemaal. Ik zit even like, oh leuk, eventjes een snowblok maken. Dan ben ik ook heel veel snowballs kwijt. Kut zombie. Nou ga ik hem terugpakken ook. Kut beest. Kut zombie. Daar gaat hij. Kut beest. Zitten er nog meer mobs op het dak? Ik zal gaan wat toortjes plaatsen voor de zekerheid. Voordat ze nog een keer zo'n domme stunt proberen uit te halen ook maar. Hoe gaat het trouwens met mijn sneeuwblokje? Kan ik dat nog zien of hij beneden het nog doet? Nee, ik zie wel water lopen, maar dat is voor mij op de mond, hoop ik. Anders hebben we sneeuwblokje in het begeven. Maar ja, ik weet niet, zie je echt een goed duidelijk verschil tussen woe en snowblocks? Het is er wel hoor, het is er wel. Kijk maar. Woe, snowblok. Ah, dan doe ik het wel. Nee, ik denk dat ik gewoon de buitenkant van woe doe. Dat is denk ik een stuk makkelijk. En dat ik dan gewoon zeg maar, met woe een iglo bouw aan de binnenkant. Ja, oh, iglo. Wow, iglo. Iglo, kapitein Iglo is de beste Iglo. Dan doe ik tenminste de rand af als twee hoog, anders gaan al die beesten eruit. Dat is nu ook zo kut. Heb ik trouwens mijn pickaxe niet mee, dat is jammer. Dat is gewoon een jammer, jongens. Dat is gewoon een jammer. Zo. Dan was er weer twee hoog en dan kunnen dus die kutbeesten er niet uit. En ik kan in principe. Ik weet niet of ik mijn schapen weer wit kan verven met dye, want als met boommeel. Want ik weet dat ze met boommeel wit worden.
Tenminste, daar maak je witte wol mee. Als het goed is, ik kan ook gewoon van een string heel veel witte wol maken. In principe is dat geen problemo. Nu even wel een stekje snowball. En zo, oppa, 17. Oké, we gaan even naar beneden. Even naar beneden. Dat kan wel zo, toch? Ja, joh. Perfect, even kip eten in de lucht. Wee! Ook verfilmen. Ja, ik eet even wat kip. Kip, het meest veelzijdige stukje kip. Vlees. Oh, ik heb jullie zo gemest nu. Ik ben helemaal in de war. Ik heb al fucking veel monsters zien vallen daar in die spannen. Gelukkig moet ik door die kant. Dan ben ik aan met... Oh, hij ging dood door zijn brandwonden. Ah. Brandwonden zijn een serieus probleem. Dat is waar. Dat is gewoon waar in het algemeen. Dat is niet eens grappig. Het is gewoon... Dus kijk hoeveel die monsters spannen die draait overuren momenteel. Niet meer normaal. Nou, even gaan checken dan. Ik moet sowieso wat pompoentjes halen, dus de hele verdieping ga ik vol pompen met van die snowman, joh. Als het goed is kun je ook een spawner maken voor villagers. Lijkt me leuk om die hele disco echt vol te pompen. Letterlijk, helemaal vol. Echt leeg. Helemaal vol zit. Oké, dit is kut, want op het moment... Ja, gewoon slaan. Gewoon slaan. Lalalalalala. Het valt nog best wel tegen eigenlijk hoeveel erin zit. Nou, ik ben wel bijna op level 30. Dat gaat goed. Hallo. Nou, ze blijven wel lekker aankomen van een stinkende ding ding. Nu heb ik al heel veel hele inventory van mijn troep, die ik eigenlijk helemaal niet wil. Dat is een beetje een probleem. Toch? Oh, het valt hartstikke mee. Pumpkin, shavool! Heb je zo een beetje ruimte maken, zo, perfect. Hoe kan je het snel weghalen? Waarschijnlijk met een hatchet die je niet bij me hebt. Gaat het sneller met een zwaard? Of misschien met een schep? Ik weet niet of het sneller gaat. Gaat dit sneller? Misschien. Ik vind het goed genoeg. Lalalalala, als het goed is groeien ze gewoon weer aan, behalve deze. Weinig van de reden is het plantje kapot. Vraag me niet waarom, vraag me niet waarom. Waarom vraag je me waarom? Weet ik veel hoe het gebeurd is. Het was ochtend 1961. Dat is Joep van Den. Ik denk dat iedereen Flappy wel kent. Iedereen. Er moet vast wel iemand in de comments zijn die Flappy niet kent. Die persoon zit nu te denken, oh god. Oh god. Waarom? Ja, dat is dan jouw schuld, vriend. Het is gewoon helemaal jouw schuld. Dat jij Flappy niet kent. Want iedereen kent Flappy. En dan ga ik hem nu voor je zingen. Maar ik had dat hok toch goed dicht gedaan. Zoals ik dat elke avond deed. Ik ben zelfs nog een keertje teruggegaan. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. En als ik nu wist wat ik nu weet. Zo'n mooi nummer. Voor de ene persoon die niet kent is het nummer van Joep van Dek. Niet echt, een komiek waar je niet echt heel veel meer van hoort eigenlijk vandaag de dag. Beetje oldschool. Ik heb nog heel veel cd's liggen aan mijn moeder in de auto. En luister dan samen naar als moeder en zoon. En Joep van Dijk is een komiek. En hij had ooit een nummer geschreven over Flappy dus. Over hem en zijn konijn. En zijn konijn. Het kwam op neer dat zijn konijn geserveerd werd met kerst. En het is een dramatisch nummer. En ik krijg er soms de tranen van in mijn ogen. Ik zoek trouwens even een plek waar ik eventjes op de achtbaan kan zijn. Want ik heb helemaal geen zin meer in. Ja, nou heeft het natuurlijk al weinig zin als ik helemaal hier ben. Hier rijdt trouwens al de hele tijd geen karretje meer. Geen idee hoe dat zit. What's that all about? Oh, hier zit een karretje, dat is fijn. Erin! Press left shift to dismount. Oké, dat is handig. Dat is handig. Maar ik had het hok te goed dicht gedaan. Oké, kijk, wat een service, jongens. Ik hou het karretje. Oh, left shift. Left shift. Oké, cool. Again. Ga maar terug. Erin. Bam. La 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 la. Oké, dan. Left shift. Je kan er serieus niet meer uit door te klikken. Oké, dat is in principe ook alweer een nadeel, maar aan de andere kant ook alweer handig. Oké, en we zijn er. Maar ik had... Nou heb ik trouwens geen extra woel meegenomen. Ik ben zo chaotisch, mensen. Ik hoop gewoon dat mijn snowman geen zelfmoord probeert te plegen. Voor de zekerheid zal ik deze rand gewoon even dichtmaken. Maar ik had het hok toch goed dicht gedaan. Oh, zoals ik dat elke avond deed. Joep van Dek, held. Gewoon held, gewoon held. En ja, hij is niet mijn favoriete Nederlandse komiek. Mijn favoriete Nederlandse cabaretier, zoals het dan heel mooi heet, is toch wel Theo Maassen. Ik weet niet of jullie Theo Maassen kennen. Ik ken Theo Maassen, anders moet je maar een keertje op YouTube zoeken. Het is sowieso mijn favoriet in ieder geval. Geen idee onder wat voor omstandigheden deze dingen leven. We hopen ze nou serieus niet omdat er geen ijs is. Oké, ik duw ze wel gewoon. Wat de fuck willen jullie van me? Yeah, hij glijdt! Yay! Yeah! Oh. Dit leek me heel slim, want ik dacht, oh god, dan moet ik de hele grond gaan veranderen met de kleur. Maar dat doen ze natuurlijk zelf wel. Maar ik had het ook toch goed dicht gedaan. Zoals elke snowmeneer dat deed. Al genoeg snowmen voor mij. En voor mijn vrienden. Zo, we zijn nog wel een beetje stilletjes. We zijn een beetje in elkaar getrokken. Dat klinkt heel raar. Snowman. We zijn gewoon een beetje op zichzelf. Weet je. Kom op, heb snowman seks. Heb kerst seks. Maak kerstkinderen. Oh, die toortjes halen natuurlijk het ding weg. Ja, oké, dat is wel slim. Het was kerstochtend 1961. Ik herinner het nog zo goed. Nou heb ik dat nummer in mijn hoofd. Flappy's hok was leeg.
Papa zei dat ik niet in de schuur mocht komen. En als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg. Kut. Oh, ze glijden! Ze glijden! Oh! Ik vind het echt genieten. Zie maar genieten, jongens. Ik kan echt genieten van de kleinste dingen in het leven, zoals dit. Nou moet ik weer naar beneden. Dat is echt heel goed nagedacht. En dan kun je een redstone elevator maken. Brrr. Zo klinkt een redstone elevator. Oh, dat is fucking brrr, moeite. Moeite. Moet ik even world edit hierop gooien of zo. Dan copy-paste ik die zo in. Maar ik had het ook toch goed gedaan. Ik neem sowieso mijn pickaxe mee. Mijn pickaxe. Jawel. Ga ik nog ijs halen? Dat is de vraag. Ga ik ijsjes halen? Ik kan even ijs halen in principe. Dat is wel leuk. Ik moet sowieso ook even een nether hub gaan maken de komende afleveringen. En misschien trek ik de belofte dat ik na de 100ste aflevering ga stoppen terug. Misschien doe ik het gewoon om jullie te fokken. Zo iemand ben ik ook wel. Dat ik gewoon de 100ste aflevering in het huis opblaas met heel veel TNT. Zeg ik kap ermee dat ik de volgende week terugkom. Ah, in april. En nou heb ik het al verteld. Alleen gelukkig is de 100ste aflevering pas op 25 parts. En het zou me niks verbazen als ik tegen die tijd in één keer gewoon 10.000 subs erbij ben. Het klinkt nogal nonchalant, maar ik bedoel, even kijken, hoeveel maanden is dat? Ongeveer 30 parts. Nou, ik doe 6 parts per maand, zeker 8 parts per maand. Dat is sowieso 4 maanden. Ik krijg ongeveer 3 subs per maand. Nou, 12, krijg ik al 12.000 subs erbij. Zit ik op de 35.000 subs. Dus ongeveer 1/3 van mijn subs. Die weet dat niet eens, joh. Die heeft het helemaal niet door. Die kunnen even flink de grazen nemen. Zo maar. Oh ja, dat was mijn. Kut, dat was mijn hersen die dat kon. Kut! Ik heb het verkeerde ding meegenomen. Ik heb match it nodig. En ik heb hier sowieso best wel weinig ijs, moet ik zeggen. Ik moet even ander ijs zoeken, eigenlijk. Is er niet een goede manier waarop ik ijs kan maken? Hij moet er waarschijnlijk weer sourcebox neerzetten, of niet? Ik kan even een paar buckets meenemen. Proberen weer wat sourcebox neer te zetten. Hopen dat ze een keer bevriezen. En dan heb ik weer ijs. Dat zou wel fijn zijn. Ik weet niet of het eigenlijk kan, dat die blokjes gewoon bevriezen. Maar we gaan het proberen. Klinkt namelijk wel logisch. En ja, in ieder geval, ik was de grote kans dat ik op 1 april het huis opblaas, in ieder geval. Dan weten jullie dat nu, maar niet doorvertellen. Dan wordt het nog een beetje grappig, oké? Okay? Is het cool? Nice. Maar ik wil mijn headshot terug uit de kist. Zoals hij altijd in mijn inventory zit. Ik had hem zelfs nog een keertje in mijn inventory gehad. Maar toen stopte ik hem toch weer terug in de kist. Ik pakte hem in mijn inventory alsof ik wist wat ik nu weet. Oh, iemand belt me. Waarom bellen mensen me? Laat me met rust. Wie belt me? Stefan Tempel. Stefan. Hallo. Ik speel Minecraft. Ja, Minecraft. We zouden opnemen, ja. Kom er zo aan, schat. Ja, je hebt een vriendin. Gay, doei. Dat was Stefan. Oh, ik sta in de lava. Oh, nee. Kut. Ik zou met Stefan opnemen. Het is wel een zootje. Dus ik dacht, nee, ik knal even gauw in Minecraft. Ja, in principe zijn we bijna klaar. We hoeven alleen nog even wat ijs te halen. En daar staat Skid even op. Dat ken. Nou, dat was... ik ben te lui met eruit te knippen. Dan moet ik de hele video gaan renderen. Zoveel moeite is het nou ook weer wel. Nee, ik heb echt geen zin om de moeite te doen voor dat ijs. Ik denk dat het doel van de hele verdieping eigenlijk wel duidelijk is. Oh, wat de iglo, man. Er zit ook al 20 minuten en Stefan en dingen en dingen en... Oh, nee! Wat? Dus ja, video kort samengevat. Ik heb ook geen buckets meegenomen. Ah, fuck my life. Ik denk de party afsluit. Ik geef jullie gewoon de volgende aflevering even een extra lange pik. Normaal doe ik zo ongeveer 20, 25 minuten. Ik krijg de volgende gewoon 30. En dan sta ik nu al van, ik moet nu heel snel opnemen en dingen. En hopelijk komt er zondag gewoon weer een Minecraft survival. Want anders krijg je zondag een Minecraft race in ieder geval. Zondag krijg je in ieder geval een Minecraft van mij. En ik ga, ja, volgende aflevering heb ik hopelijk wat meer blokjes ijs. En dan maken we even de iglo af. En dan gaan we hopelijk beginnen aan een project Big Tasty. Als er een goede Minecraft echt iets vets kan maken, even een video actie kan sturen. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Ik ga nu Mario Galaxy opnemen met Stefan. Komt morgen online. Nieuwe serie, want Super Mario 64 is af. Kijk ook Super Mario 64. Ook een leuke serie. Weet je, mijn Minecraft video's krijgen 100.000 views. En dan krijgt een andere video 1000 views. Denk ik, ja, hey, jongens. Kijk het gewoon, dat is leuk, weet je wel. Kijk het nu. Jullie doen toch wat ik zeg. Kijk het nu. In ieder geval, bedankt voor kijken voor deze aflevering. Dit is echt een grote natte teringzooi. Tot de volgende aflevering van de Minecraft Survival. En ja, als je nog meer survival wil op mijn tweede kanaal, doe ik dus ook survival dingen. Oh, niemand gelooft me. Nou ja, niemand kijkt. Bijna niet. Nou ja, eigenlijk wel. Gewoon 5000 views per stuk of zo. De helft van de mensen die dit kijken, dat denk ik ook. Tot de volgende aflevering in ieder geval. Want ik ben nu ijs aan het hakken, zoals je kan zien. En dat is hoe ik rol.
Tot de volgende aflevering. Oh, wat, nu heb ik een 50. Tot de volgende aflevering. Doei! Vergeet niet te liken als je hem leuk vond. Ik wou net op stoppen drukken. Toen dacht ik. Ik ben nogal hyperactief. Doei. Later. Doei!